de legging voor de vissen. Ik doe aan het einde van de legging beantwoord ik een vraag voor jou. Dus als je een vraag hebt die je wilt stellen, dan kun je dat laatste gedeelte van de video bekijken. Mis dat dan niet. Een nieuwe liefde. Een nieuw iemand heeft een gevoel voor romantiek geprikkeld. En we hebben familieaangelegenheden helen. Dus een nieuwe liefde, een nieuw iemand, een nieuwe persoon in jouw leven. Misschien heb je deze persoon al ontmoet. Misschien ga je die nog ontmoeten. Het zou kunnen dat je deze persoon via familie bijvoorbeeld gaat ontmoeten. Of dat er iets mee te maken heeft. De zegenwagen. Dus een doorbraak, hè? En ook zeker het gaan voor wat jij wil. Misschien is het iemand die bijvoorbeeld waar bijvoorbeeld je ouders niet zo blij mee zouden zijn, zoiets, hè? Of waar mensen iets van zouden vinden als je met die persoon samen zou zijn. Dus belangrijk om je eigen richting te kiezen, hè? Je eigen pad te vinden, want we zien hier heel duidelijk dus het kiezen van een richting en die weg volgen. Gaan voor wat jij wilt, hè, met die zegenwagen. Dus die zegenwagen in jezelf vinden en er gewoon voor gaan. De bekers 9. Dus dit is jouw wensvervulling, deze relatie. Deze relatie is jouw wensvervulling. En dus waar de 8 is de enige manier om los te komen uit, nou ja, eigenlijk uit die denkwijze, is is ervoor te gaan. Het gewoon te doen. Dus die kracht in jezelf vinden en te zeggen van ja, nou, we gaan gewoon kijken waar dit naartoe gaat. Dus dat betekent sterk zijn met de keizer. Koning van Kelken, zodat je samen kunt zijn met jouw ware liefde. Deze persoon over wie dit gaat, die nieuwe liefde, die heeft eigenlijk in een heel korte tijd hele sterke gevoelens voor jou ontwikkeld. Jij bent de wensvervulling van deze persoon. En deze persoon ziet ook al een hele toekomst voor zich met jou. Keizerin met de zwaarde 2. Dus zeker het kiezen van een richting, maar ook het kiezen voor wat jij wilt en niet voor wat anderen willen van jou. Dus daar komt een beetje dat gedeelte van het begin bij kijken. Hè, van nou, misschien zijn er mensen in je omgeving, familie of noem maar op, die dit liever niet zouden zien. Of liever zouden willen dat je een ander pad zou inslaan. Maar ja, dat is niet iets waar je mee bezig zou moeten zijn. Waar je mee bezig moet zijn is wat jij zelf wil en wat jou gelukkig maakt. Want het is jouw leven en jij bent de hoofdpersoon in jouw leven. Dus jij kiest je eigen richting. Ook al is dat niet iets wat anderen van jou verwachten of wat anderen voor jou zouden willen. Dus het is super belangrijk om je eigen stem te vinden en of misschien hoef je het niet te zeggen, maar hoef je het alleen maar te doen. Pentakels 2 met de bekers 7. Dus als jij je eigen richting kiest, jij gaat je eigen weg, dan vind je daar je wensvervulling. Daar vind je wat je graag hebben wilt en waar je naartoe wilt gaan. Koning van Pentakels en de staven 7.
Dus dit is een vaste relatie die je hier vindt bij deze persoon. De man of de vrouw met wie je gaat trouwen. En de sleutel is het vinden van je eigen kracht. Dus door zelf op te staan, zelf te zeggen, ja, ik ga dit doen, kom je los en kom je vooruit. Succes, staven 6, de koningin van zwaarden. Sterk zijn, je eigen beslissing maken, gewoon doen wat jij wilt. Maakt niet uit wat mensen ervan vinden. Koning van zwaarden en de zwaarde 7. Als je dat lastig vindt, als dat iets is wat je lastig vindt om te doen, je eigen weg gaan, opstaan voor waar je in gelooft, doe dan net alsof je dat heel goed kan. Dan word je er vanzelf goed in, namelijk. Als je iets vaker doet, fake it till you make it. Deze persoon die we hier zien, over wie dit gaat, is nergens bang voor. Dus die gaat voor wat hij of zij wil. Die maakt beslissingen, die komt in actie, die doet het gewoon. En bij jou ligt het anders, zie ik. En dat is helemaal niet erg. Maar ik denk alleen als je in deze situatie met deze persoon, dat het belangrijk is dat je toch die stap zet of die stappen zet. Die nodig zijn. Denker. Dat is het denken wat je doet, het overdenken. Te veel denken. Deze. Zielsverwanten. Dus dit is jouw zielsverwant en dit is het dus waard om voor te gaan, om daar extra werk in te stoppen, extra moeite in te stoppen. Dus super mooi, een relatie met jouw soulmate is wat er aan gaat komen. Dus ga ervoor. Stop met denken en kom in actie. Oké, ik ga een vraag voor jou beantwoorden. Dus als je een vraag wil stellen, neem die dan nu in gedachten. En dan krijg je een heel kort antwoord, ja of nee. Oké. Vergeving. Dus dat is een ja. Het antwoord op je vraag is een ja. Oké. Nou, ik wens je heel veel succes toe met alles en tot de volgende keer. Dag!